Gewoon maar bezig met problemen veroorzaken in mijn paradijs. Maar niet, en dan doen alsof ze niet snappen waarom ik altijd dat negatief en zo op me aftrek. Ondertussen volop bezig zijn met de voodoo, de hoodoo, al dat gaslighting, liegen, al die duistere spelletjes wat bezig zijn. Ondertussen ook gewoon opgegroeid ben met, ik denk dat groep 6, groep 7 was, dat mijn vader kanker had, daarvoor al heel lang ziek was. Het alles inkleurde naar alle hartinfarcten en zo daarbij. Eigenlijk zat hij alleen maar in zijn stoel. Dus niet dat ik bang voor hem was of zo, ik was gewoon veilig in huis, maar tegelijkertijd. Was er niet iets warm of zo waar ik naar op zoek was? Ik denk dat ook allemaal naar mijn moeder toe. Is die uiteindelijk ook gewoon dat die toch wel 80, 90% van de opvoeding heb gedaan? Is het echt met de opvoeding en alles wat ik nu dan ook zie? En gewoon een gamemaakprogramma. En ik wil gewoon espresso om echt Destiny's te stelen. Zeker plakken met wat nu allemaal bezig is. Ja, misschien dat ze op die manier andere mensen wel homo konden maken of zo. Maar ik ben alleen maar bij mijn liefde gekomen. En ondertussen is mijn verlangen nog steeds bij mij dan. Nog steeds een piemel, of piemel. Nog steeds een billen waar gewoon geen piemel onder slingen. Dat verneukt gewoon het hele beeld. En als het opdraait, moet het er ook gewoon. Ik wil zien wat speelt. En ook gewoon zien dan met dat energie stelen, wat de heksen dan aan het doen zijn. Hoe ze die energie toch. Weten weer te transformeren naar vriendinnen van hun, die daar lesbisch van worden. Een beetje, ja, waarschijnlijk bi of zo, een beetje in het midden hangen, maar vooral aan de buitenwereld. We willen verkopen dat ze hetero zijn, want taboes en hoe andere mensen denken over ze. En gewoon jaloers op dingen die ik heb of zo, of wat naar mij toe mag komen. Het is allemaal hoe ver ik daarin kan kleuren bezig zijn geweest met als kind al. Dus gewoon daarmee die opvoeding hebben gekregen. Mee in die brainfuck. Dus dat pest. Alles nu in kan kleuren. Daarom dat het ook allemaal nep was. Dat is allemaal. Maar het was gewoon niet echt als ze opdrachtjes kregen. Of iets aan het uitvoeren waren met intenties op die manier. Echt gewoon waarzeggen troep. Van allemaal al weten. Met iets wat naar mij toe komt in de toekomst. Dus elke keer al bezig zijn met dingen verpesten. Wanneer ik zonder hulp zelf dingen aan het doen ben, dan gaan ze dat wel weer verpesten door me klein te willen maken. Dingen doen waardoor ik er geen zin meer in heb of het opgeef of zo. Ja, en dan dit hele internet begint. Al die mensen die gewoon met van die dubbele levens, dubbele maskers. Dus je hebt die ene eraf en dan denk je, daar zit daar gewoon nog weer wat onder. We gaan zien hoe dichtbij het is, het verraad en het stelen. Sommige mensen ook gewoon maar moeten blijven waar ze zitten of zo, omdat ze te afhankelijk zijn van wat ze krijgen van anderen of zo. Dus maar in die drama bezig blijven. Echt alsof ze dat doen om iemands toekomst echt gewoon te verpesten. En niet dat ik denk,
dat God liefde niet als een zonde ziet. Dat hij wel het liefst hebt dat je iemand vindt waar je mee kan voortplanten, je gezinnetje. Tegelijkertijd heb je ook je eigen wilskracht en mag je zelf dingen bepalen. Als jij andere mensen daar niet mee lastig van. Maar dit heeft allemaal niks te maken met God. Dit is gewoon een duivelsplan om expres iemands toekomst te veranderen. Om gewoon heel simpel, als iemand homo maakt, gaat hij niet die vrouw tegenkomen wat eigenlijk uitgestippeld was. Dus gaan ook niet de kinderen geboren worden waar dan dus ook die evolutie in zit. Dat hele babyboom moeten veroorzaken eigenlijk. Nou ja, zijn ze ook al allemaal aan het remmen, ja. Om dan ook in te kleuren, waar... Echt rassenoorlog. Ik echt multicultureel ben en misschien ergens een seksuele voorkeur naar blonde meiden. Maar er komt zelf wel meer bij kijken. Uiteindelijk kan je, mind, body, soul, kan je het door drieën delen. Moet het samen, moet het in ieder geval die 100% zijn. Hoe knap ik ook ben, zal ik nooit met een lelijke meid gaan. Maar weet ik zelf ook wel hoe knap ik ben. Dus weet ik ook wat ik waard ben en ook waar ik niet naartoe moet proberen te reiken en mezelf voor de gek houden. Totdat hun zichzelf voor de gek willen houden en dan droom ik met alles mee. Ja, want zo gaat dat toch? Ik ga zelf de lat niet hoger leggen als dat die al ligt. Ja, maar al die betoveringen heb mij gewoon liever gemaakt. Heb mij gewoon eerlijker gemaakt. Ik ben niet die vrouw gaan worden of zo. Ik heb gewoon die mannen en die vrouwen één gemaakt. Ik zit hier in het vlees. En mijn mind, fantasie is ook gewoon hetero. Dat daar weer dingen in anders aan zitten. Maar zie ik wel wat door naar anderen te kijken ook. Wat ze wel aan het doen zijn. En dat echt gewoon te maken heb ook met dat zielenruilen. En daarom... Sommigen niet lesbisch zijn, maar het zou kunnen. Maar nee, het zijn die energieën waar ze in hangen, die van mij zijn. Allemaal energie, als ze die kwijtraken, volop hun masculine energieën ingaan. Ja, dan ziet iedereen wie ze echt zijn. Kunnen ze het niet meer verstoppen. Uiteindelijk zien we in het vlees, zien we dan een man of een vrouw. Nou, wanneer je naar de spirituele wereld gaat, de eerste laag, de astrowereld, heb je gewoon het spirituele wezen, de masculine of de venom. Het is maar net welk sterker is, waar hun fantasiebeeld hun ook heen brengt. Ja, iedereen die wel daar al boven komt en gewoon ziet dat hij een spirit is, Daar al geen geslacht telt. Maar om daar te gaan verdwalen terwijl je hier in het lichaam zit, als spirit een menselijke ervaring aan het nemen bent en heb gekozen, zoveel storingen, ze zijn zoveel aan het beïnvloeden, dus misschien expres wel gewoon ziel aan het ruilen zijn. Heb ik mijn ziel van mijn zusje of zo, zit zij met die van mij? Is dat allemaal in hun gedachten? Zijn ze allemaal met brainfuck bezig? Maar hoe
Hoe meer mensen in dat bewustzijn hun geloven, ja, dan is dat sterker aan het worden. Kunnen ze met z'n allen de boel oplichten? Kunnen ze zorgen met een heleboel bedrog dat iemand iets verandert in zijn wil of zo? Waardoor ik iets niet krijg, alles naar hun gaat. Of weten ze met handtekeningen te valsen, mensen om te kopen? Creëren ze helemaal niks. Zijn ze helemaal niet bij hun ancestors, voorouders aan het komen? Zijn ze helemaal niet bij God of de duivel die ze dingen geeft? Nee, zijn ze allemaal zelf aan het vormgeven met hun piramidespelletjes. Overal derde wieltjes creëren. De informatie door willen suizen. Heel veel uit video's halen. Misschien wel gewoon afluisterapparatuur hebben hangen. Of wel een kabel, weet ik het allemaal. Uiteindelijk gaat het zo ver dat ze gewoon de hele technologie, voor hoe ver dat is en wat je kan gebruiken, misbruiken. Voor hoe ver je in dat spirituele kan, dat allemaal aan het misbruiken zijn. Ondertussen hier al bezig zijn, de psycholoog, de therapeut uithangen en doen alsof iemand in de war is. En dat allemaal zelf aan het veroorzaken zijn. Zelf allemaal mensen kapot, stuk en daarna kijken, daarna inwijzen en dan met hun symptomen en gedragingen van mensen en dat daarop spiegelen. Dan kijken in hun verleden wat ze geleerd hebben. Oh, dat is er aan de hand. Nee, dat wordt gecreëerd. Eerst hele trauma's uitwissen. Daar hele programma's op nieuw op programmeren. Daar weer allemaal trauma's op creëren. Daar weer iets over programmeren, rusten. Een maand in het ziekenhuis, volop aan de morfine, om daarna weer van alles te programmeren. Ja, en zoek het maar uit waarom het allemaal moet gebeuren dat die trauma's er zijn. Niet waarom die trauma's er zijn. Zeker niet als ik die trauma's overwin, niet mee bezig ben. Ik zelf maar dan terug ga graven, het jullie allemaal aanwijzen, omdat jullie niet weten waar jullie moeten zoeken. Maar wel allemaal voor geleerd hebben. Uiteindelijk heb ik niks aan jullie gehad en heb ik alleen nog maar wat aan jullie. Als jullie nu wel gewoon jullie werk gaan doen.